Nou jongens, als dat geen overdosis schattigheid meer was, dan weet ik het ook niet meer. Ik was er net even lekker op uit en het was een beetje regenachtig en ik dacht, nou, ben benieuwd of we nog wat gaan zien. En op een gegeven moment zie ik een ree met twee kalfjes, mijn eerste van dit jaar. We waren al wel wat ouder, niet meer die echte minis, maar al iets groter. En ik mocht al met mannen mee op stap. En die liepen daar zo lekker een beetje rond en een beetje rond te spartelen. En oh, wat zijn die beesten ook leuk, hè? Het zijn echt gewoon zulke schattige beesten. En het allerleukste was eigenlijk nog op een gegeven moment, is dat die reekalfjes, dus vlak voor mijn gezicht, gingen ze elkaar schoon zitten likken. En dat hebben ze echt wel 1 minuut of 10 gedaan. En dat die twee kopjes dan zo dicht tegen elkaar aan, terwijl ze een beetje om elkaar heen draaien. Ja, dat was echt gewoon cuteness overload, om het zo te zeggen. Sowieso heel vet om mijn eerste reekalfjes te zien. Want het heeft best wel even geduurd. Ze worden meestal vanaf april, mei worden ze al wel geboren. Maar de jonkies zijn er nog heel klein en die worden dan vaak door de reegeiten nog in de bosjes gelegd als die zelf eten gaat zoeken. En op het moment dat ze eenmaal oud genoeg zijn, dan mogen ze ook daadwerkelijk mee op stap. Dus deze die waren al wat ouder, die hadden nog een heel klein beetje hun witte stippen. En dan mogen ze zelf al mogen ze mee, maar die echte hele kleintjes die blijven vaak verborgen in het hoge gras. Dus een mazzeltje wat dat betreft. Ja, ik ben er heel erg blij mee en echt een hele mooie bonus zo op een avondje. Dus wat dat betreft helemaal tevreden. En nog een mooi bokje. En nog een geit erbij. Als afsluiter was weer genieten. En vooral, wat zijn die jonge reeën toch leuk, hè? Ik hoop dat jij ze ook net zo leuk vond als ik. Zie ik je de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei! Vond je dit nou een vette video en zou je hier graag meer van willen zien? Vergeet dan niet even te abonneren. En dan kan je ook meteen de vorige video kijken. Tot de volgende keer.